Dit beeld van de start van de singelloop is ook dit jaar niet te zien in het Venrijse centrum. Voor de tweede keer moet de organisatie noodgedwongen een pas op de plaats maken. Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten dat de singelloop dit jaar niet doorgaat. Heeft grotendeels te maken met de coronamaatregelen, of in ieder geval maatregelen die wij moeten treffen om het evenement door te laten gaan. En wat houdt dat in, die maatregelen? We moeten onder andere het evenement testen voor toegang actief maken. Dat betekent dat we het hele Schouwburgplein moeten afhekken met 4 ingangswegen waar iedereen gecontroleerd wordt of ze een QR-code hebben en of een negatieve PCR-test. Dat is natuurlijk wel te doen, maar dat kost ook best wel aardig wat geld om het helemaal af te hekken, het Schouwburgplein. Daarnaast de tribunes die we moeten opbouwen voor de toeschouwers. Want bij een sportevenement moeten mensen zitten. En dan moet je zitplaatsen creëren, in ons geval dan tribunes. En op elke tribune mag het maar 2/3 maximaal gevuld zijn. Dus die regel is er. Dat zou in ons geval betekenen dat wij 4 tribunes moeten huren. A, ongeveer €2000 exclusief BTW. Dus betalen in totaal een €12.000 meer aan kosten. Die wij in ons budget niet ingeraamd hebben van de singelloop. En dat is meer dan 1/3 deel van ons totale budget. Dus dat is voor ons gewoon niet haalbaar. Helemaal niets organiseren lijkt voor Rijsdijk geen optie. Hij houdt alternatieven open. Misschien iets alternatief gaan organiseren, zonder publiek en misschien op een andere locatie of op een digitale snelweg. We weten het nog niet. We zijn nog een beetje aan het zoekende wat kunnen we nou doen om toch een mooie invulling te geven van het mooie evenement. Want anders zouden we 2 jaar op een rij helemaal niks van ons kunnen laten horen. Ja, en een alternatieve locatie voor het Schouwburgplein. Ja, dan willen we natuurlijk heel graag het evenement organiseren in het hart van Venray, vanuit daar vertrekkend en door de mooie singles en de omgeving van Venray te lopen. We kunnen natuurlijk naar een andere locatie gaan, maar dat breekt een hele hoop af aan de sfeer. En ten tweede moeten we dan het hele parcours om gaan gooien met alle gevolgen van dien. En daar hebben we ook weer meer mensen voor nodig en meer vrijwilligers. We zitten nu midden in de zomervakantie, dus niet iedereen is er. Ja, dat wordt echt heel lastig om dat op zo'n korte termijn goed te organiseren. Ja, en jullie stonden al in de startblokken volgens mij. Ja, we waren eigenlijk al zover dat we het evenement alleen maar hoefden uit te rollen. We hebben alle afspraken hebben gemaakt met alle sponsoren, alle leveranciers, vrijwilligers. We waren bijna helemaal rond. Ja, en dan is het gewoon heel jammer dat wij zo kort van tevoren, 6 weken van tevoren, moeten zeggen dat het helaas niet doorgaat. Ja, dat is echt wel heel teleurstellend inderdaad. Voor heel veel mensen, zowel ook voor de sponsoren. Die hebben natuurlijk al de afgelopen tijd ook achter de schermen gewerkt aan allerlei zaken. Ook financieel hebben die al ons ondersteund. En ook in goederen. En ja, daar zijn we heel blij mee dat die echt enthousiast waren om dit jaar een mooi evenement neer te zetten. Ja, we hopen natuurlijk dat die allemaal weer volgend jaar ons ook willen ondersteunen. We waren heel hard bezig met heel veel vrijwilligers weer te regelen. En er is heel veel in grote getale gereageerd op onze oproepen via de sociale media en zo. Dus we hadden heel veel vrijwilligers hadden we al. Nog niet alle functies waren helemaal vervuld, maar wel heel veel leuke, enthousiaste mensen die ons willen ondersteunen. En dus wil ook iedereen bedanken die ons de afgelopen half jaar ondersteund hebben op allerlei manieren. En we hopen op diezelfde ondersteuning weer voor volgend jaar, want 2 oktober 2022 willen we wel weer een mooi evenement gaan inzetten. Heel veel succes allemaal!